Binnenkort hebben wij een fantastisch wandelevenement hier in Haaksbergen. 18, 19 september, de Gallery Mouse. Als jullie meer willen, dan van harte welkom. We zoeken nog wat vrijwilligers. Wat ik het mooiste eigenlijk vind van deze bijeenkomst is die eerste wandelaar die eerste keer zo'n wandelvierdaagse volbrengt. En of dat nu 20 kilometer is, 30, 40, 50, is niet zo belangrijk. Met die eerste keer. Ik kan me daar nog verdomd goed herinneren. Ik moet heel ver teruggaan in mijn jeugdjaren. Maar ik kan me goed herinneren dat ik samen met mijn broer de vierdaagse Apeldoorn liep. Wij liepen thuis hartstikke veel, tenminste dachten wij. Maar toen we daar aan de wandel kwamen, 4 keer 50, één dag, de tweede dag, en de mensen die de vierdaagse Apeldoorn ooit eens gelopen hebben, die kennen die halte Assel. Halte Assel ga je de heide op, dan ga je naar Hoogsoeren. Daar zaten wij met mijn broer bij halte Assel. Wij vielen daar in een stoel als een stel zakken. En dan liepen daar, van die oude mensen, dachten wij, van die oude met die grieze hoor. En die zaten lekker te ahoeren en dan zei hij, zo verder hoor. Ja, zei ze, zo loop, hop, daar gingen ze. En ja, is dat mogelijk? En een half uur later, wij kwamen eindelijk in de benen. En dan gingen we weer shock, de kont geschuurd. En dan weet je wel, hè, die vriendin vet, dat wisten wij veel. Ja. Voeten kapot, verbrande rubber. Nou, goed. Ik weet dus uit ervaring hoe het zwaar het kan zijn, die eerste vierdaagse. En dan moet je toch behoorlijk eigenwijs zijn om door te gaan. Vorig jaar heb ik hier wat afgesproken met Gerben en Erik. En van vorig jaar had ik nog hele goede redenen om vooral dingen niet te doen, want ik moest ook geopereerd worden. En ik had vanalsnog de operatie is geweest. Ik ben relatief fit. En ik heb vanmiddag ook geregeld dat Gerben mee gaat doen met de Kennedy Mars dit jaar, 10 kilometer. We moeten al beginnen met trainen, dat gaat gebeuren. En we zijn allebei gestopt met roken maandag, dus nou. Op zich moet ook dat ook helpen en ik zie jullie zo vaak op donderdag langs mijn huis komen lopen. En ik keek vanmiddag op jullie website en waar ik dan al wel heel nieuwsgierig naar ben is, jullie lopen zoveel, maar jullie schrijven zo weinig op waar het heel erg mooi is. En daar ben ik dan nog wel weer benieuwd naar, maar er komt ook nog 10 Brit. Als jongste Brit kun jij niet meer jongeren verleiden, want ik heb laatst geprobeerd met een radenreis met jouw vader, maar dat is me niet gelukt, dus daar ben ik heel gauw mee gestopt. Ik zei van nou, als Brit en opa dat doen, dan is dat prima. Maar wat moeten wij doen om de jongeren te verleiden, omdat die dit ook gaan doen? Want ik vind het wel heel erg jammer, Brit, dat jij de enige bent die zo fanatiek loopt. Dus wat moeten wij doen? Ik zit hier naast Brit, misschien wel de jongste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse. En ik zou heel veel energie in mezelf hebben en ik zou gaan rennen op jouw leeftijd. Waarom ben je gaan kiezen voor lopen? Nou, ik had door groeien heb ik last gekregen van mijn knie. En daar kan ik niet mee, of niet goed mee rennen. En wandelen kan ik wel doen zonder pijn. En waarom dan meteen, want hoeveel kilometers heb je gelopen? 30. Maar waarom dan 4 keer 30 kilometer lopen in één keer? Nou, opa deed dat ook. En het leek me wel leuk om samen met opa dan de vierdaagse te lopen. Kijkend naar jouw klasgenoten bijvoorbeeld. Wat vinden zij daarvan dat je meeloopt? Ja, ze vinden het super knap en vinden het heel ver. Maar ze zouden het zelf niet doen. En waarom niet, denk je? Ja, ik denk dat het wel toch best wel ver is. Heb je nog tips voor mensen die bijvoorbeeld voor jouw klasgenootjes, een tip die zij mee moeten nemen om misschien toch eens een keer te overwegen om te gaan wandelen? Bijvoorbeeld aankomende september, dan is de Kennedy Mars, om ze dan mee te sleuren daar naartoe? Je moet het eigenlijk wel zelf willen, want als je het niet wil, dan lukt het ook niet. Dus als je het wil, dan is het een stuk makkelijker. Dus je moet het wel zelf willen.